De meeste COVID-19-gevallen komen voor bij personen in de middelbare leeftijd. Dit haalde Rajesh Ohri, epidemioloog verbonden aan het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG, gisteren aan tijdens de reguliere persconferentie van de overheid. Ohri bevestigt dat de besmettingen steeds toenemen. De lijn gaat volgens hem daarom verticaal omhoog, wat aangeeft dat de positieve gevallen snel toenemen. 12% van het aantal besmettingen is mensen boven de 60 jaar. De epidemioloog wijst er verder op dat de meeste doden ook uit deze groep komen. De epidemioloog Stephen Vrede gaf aan dat de toename van deze COVID-19-gevallen reden tot ongerustheid geeft. We hebben de laatste tijd, gisteren met name, een flinke sprong gemaakt in het aantal gevallen. Maar dat zijn lang niet allemaal gevallen uit Paramaribo. Er zijn steeds meer gevallen die van buiten Paramaribo komen. En dat zijn dan met name gevallen uit het zuidoosten van Suriname. En niet dat dat niet erg is, want daar wonen ook Surinamers. We willen het van allemaal weten. Maar als we zouden denken dat al deze gevallen uit Paramaribo kwamen, dan zou het betekenen dat we een zeer verontrustende en zeer sterke stijging van het aantal gevallen in Paramaribo hebben. Hoewel we wel een stijging in Paramaribo zien, is die stijging toch niet zo sterk als die absolute getallen ons doen vermoeden. Waarom ik dit zeg? Ik wil de mensen vooral bemoedigen om toch te proberen die massale uitbraak die wij in onze oostelijke en zuidelijke buurlanden zien, te voorkomen voor Suriname. Wij doen er nog steeds alles aan om te voorkomen dat wij naar duizenden gevallen gaan. De duizend zullen we zeker wel halen, maar laten we hopen dat het niet vele duizenden worden. En zeker niet naar vele honderden gevallen per dag. Vreden haalde verder aan dat een uitbraak in Suriname als die van onze buurlanden in vele opzichten nadelig zal zijn voor het land. In een situatie waarbij duizenden mensen besmet raken, zal de gemeenschap volgens Vreden totaal ontwricht worden. En ik wil vooral benadrukken dat de enige partij die dat kan voorkomen, dat zijn wij. Wij individuele mensen. En het is ontzettend belangrijk dat we niet alleen op onszelf letten, maar dat we ook op anderen letten. We moeten, als we andere mensen zich verkeerd zien gedragen, moeten wij ze daarop aanspreken. Het is echt iets wat we alleen maar met z'n allen kunnen doen, want anders gaat het zeker niet lukken. En het heeft geen zin om te kijken naar anderen, naar de regering, naar mensen die het zouden moeten doen. U kunt het alleen maar zelf voorkomen. Het laatste wat ik nog wil zeggen is dat de toename van het aantal gevallen heeft er ook mee te maken dat we steeds meer testen uitvoeren. Dus wij ontdekken steeds meer mensen die er anders misschien ook wel waren, maar die zonder getest te worden doorliepen. Dr. Stephen Vrede, hij sprak gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de overheid over de toename van de COVID-19-gevallen. Vrede zegt dat er nu meer getest wordt, omdat het managementteam zoveel als mogelijk mensen die positief zijn bevonden wil isoleren van de rest van de gemeenschap. Dit zal ertoe leiden dat het virus niet verder verspreid wordt.